Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe editie van Sander Hoogendoorn, vriendenteam, internettelevisie. Waarom vanaf het toilet? Joh, het is weekend, gewoon lekker gek. We beginnen met een fragmentje, een fucking vette mashup tussen Kendrick Lamar en Aha, Take On Me. En dat klinkt zo. Even een refreintje checken nog? Ja, even een klein refreintje inderdaad. En deze week was hij bij ons gast in de studio. Hij zet deze vallen uit om muizen te vangen in de studio. De enige echte muizenman. En we hadden een liedje voor hem gemaakt. Check it out. Speciaal voor jou. Muizenman, hij is niet zo luid. Maar hij zet alle vallen uit. Muizenman, onze beste vriend. Die de muis het gif toedient. Hij vangt ze allemaal. Geweldig. Heb je wat gevangen vandaag? We gaan kijken. Moment suprême. Holy shit, wat een cliffhanger. Wil jij nou weten of hier een muis in zat? Blijf kijken naar Sander Hoogendoorn, vriendenteam, internettelevisie. En het was de week dat Noortje haar tanden had gepoetst. En ze kwam tot een vreemde ontdekking. Ik wist niet dat het bestond. Ik dacht, het is een unisex product. Al sinds het bestaan, maar dat is dus niet waar. Ik zag daar staan. White now, man. Diep cool. Onverslaanbaar. Direct wittere tanden na één keer poetsen. Tandenpasta voor mannen. Mannenpasta. Hou jij van mannenpasta? En de week is natuurlijk niet compleet zonder dat de baas boos op je wordt. Ik ga de mega bekendmaken, maar voordat ik dat doe, moet ik heel even maar voicemail bellen, want... Ik krijg niet zoveel berichtjes daar. U bent verbonden met de mailbox van 06. Hey Hoogie, met Robert-Jan. Ik had een woedende Charit op mijn voicemail. En ze vertelde me niet waar het over gaat, maar wel dat het om jou gaat. En ik kreeg het verzoek om haar zo snel mogelijk terug te bellen. Maar voordat ik dat doe, zou ik het fijn vinden om even van jou te horen wat je nu geflikt hebt. Hey Sander, met Charit. Ik stap dus net uit de auto en ik hoor dus dat je de mega-hit al hebt verklapt. Vind ik echt zo niet tof. Kom op, even kopje erbij, even scherp blijven en laat het alsjeblieft niet nog een keer gebeuren. Ja, het ziet er natuurlijk een beetje dom uit dat je in ieder interview hetzelfde zegt, maar volgens Noortje was het heel slim. Ja, en het is de dag dat Rob Jetten zich misschien wel even achter zijn oren krabt, want hij zat gisteren in Zondag met Lubach. Arjen Lubach die had gisteravond een paar mooie uitspraken van de leider op een rijtje gezet. En Arjen Lubach had gisteravond een mooi aantal uitspraken van de leider op een rijtje gezet. Wij gaan dinsdag met de fractie daarvoor praten. En wij gaan dinsdag met de fractie praten. Wij gaan zo beginnen met onze fractievergadering. Wij gaan met de fractie een goed gesprek hebben zometeen. We hebben met de fractie een goed gesprek gehad. We hebben als fractie een heel goed gesprek met elkaar gehad. Niemand wist wie hij was, anderhalf week geleden. Iedereen heeft... Nee, echt, dat klopt. Ja. Hij is gewoon een nieuwe celebrity. Ja. Iedereen kent Rob Jetten. Rob Jetten. Rob Jetten. Rob. Rob. Iedereen. Iedereen. Oh, jullie zijn er nog. Hey. Dit was hem weer, Sander's vriendenteam internettelevisie. Wil jij nou zo'n kijksjaaltje verdienen? Laat dan hieronder even achter wat jouw persoonlijke hoogtepunt was van de afgelopen week. Of misschien wel van de ochtendshow op 3FM. En dan geef ik de leukste inzending deze sjaal. Ook lekker voor de herfst. En dan nu nog de cliffhanger van de Muizenman. Bup, bup, bup. Jongens, goed nieuws. We zijn nog steeds muizenvrij. Muizenvrij. Geen muis eruit vandaag. Geen muis. Alright. Dankjewel, Muizenman. Yo, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi.